Hoi, ben ik weer. Ik heb wat nieuws ontdekt. Was op Facebook, was er een stukje waar het over ging van surimi sticks. Dat je dat in de airfryer kan doen en dan kan je daar chips van maken. Nou, dat was ik ook van plan om te doen, dus kijk gezellig mee. Ik zou de camera een beetje naar beneden doen, dan zien jullie mij niet helemaal, maar wel wat ik doe. Dus kijk gezellig mee. Ik had het al liggen. Surimi sticks. Visbereiding met krab aroma. Hebben we nodig. De airfryer plank waar je dat weer op kan snijden. En een groot mes om in plakjes te maken. De reepjes. Nog even andere dingen nodig. Schaal. Dus. Rummy sticks. Surimi. Oh ja, en altijd handen was. Ik kan nog vergeten. Een handdoek. Er zit hier een opening. Maak je open. Dan komen ze er allemaal los uit. Eén is gevallen. Komen gewoon onder het water. Dus. En ik moest even niezen. En er zit altijd zo'n plastic dingetje omheen. Dan moet je dan even afhalen. Deze is net gevallen, dus die moet ik even onder de kraan. Even onder met water. Dan leg ik hem neer. Zo. Dan pak ik een groot mes. Dan hele dunne stukjes. Snijden. Zoals dit. Dunne. Dan doe ik hem meer in de schaal. Dan doe ik met alles. Die velletje eraf. Hier een dingetje van de krab, zal hem ook zijn. Zulke dunne plakjes. En dan zie ik jullie straks terug, als ik het allemaal heb gesneden, wat ik er dan mee doe. En ik zeg tot straks. Zo, zijn we weer terug. Ik heb alles gesneden. Zie je wel, in kleine reepjes. En die plakjes, moet je het ook wel zien. Daar zit het in. Ik heb wel zout gepakt. En peper. Een beetje peper erover. Een beetje zout. Dan door elkaar heen. Door elkaar heen weer roeren.
Het stuk is veel op de grond. Ik moet gelijk opruimen. Zo. Nou. Wat we nu gaan doen is met de airfryer open. Zorg dat alles erin gaat. Belangrijk. Zo straks even moeten we afwassen. Kom straks. Een beetje verdelen. Aanzetten en dan zet ik hem op vis en dan staat er al 9 minuten en dan doe ik hem op 195 graden om 9 minuten zet ik hem aan en dan wacht ik tot hij over is uit en dan ga ik kijken als het wat knapperig is of niet. En dan zie ik jullie straks terug als die klaar is. Ik ga eerst even de boel weer opruimen. Even nog een ding in de wasbak. Kijk dan opruimen, zout. En wat mooi opruimen hier. En dan zie ik jullie straks weer. Nou, zo ziet het eruit. Een beetje te lang gedaan, zie ik. Het is aangebrand. Maar dat maakt niks uit. Ik heb wel wat lekkers van gemaakt. Oké. Maar weet je wat het grappigste is? Normaal waren ze zo. En nu. Kanten. Een soort chips. Oh, wacht, ik kom een beetje zo heen. Kijk, dit is die rode vel nog een beetje. Dan is die rode vel. Nou, laat ik het proberen. Lekker. En dan zag ik op Facebook voorbij komen. En toen dacht ik zo van, nou, dat wil ik ook eens proberen. Dus ik ging rummy sticks kopen. In plakjes gedaan. En dan in de airfryer. Nou, heb je eigenlijk in principe gewoon je eigen chips en dan. Of ik kan het waarschijnlijk ook in de oven doen. Maar het zo niet is. Ik ben wat beter. We zijn gewoon. Echt krokant is, is deze. Lachen. Dat is het lekkerste van dit. Dat het een beetje krokant is. Als het niet krokant is.
gewoon even wat tussendoor. Is ook altijd, kan ook altijd gebeuren. Nou, ze zijn lekker geworden. Zien ze eruit. Ik zal hem straks nog even een foto maken. Vrijdag heb ik niks opgenomen. Dat zijn wat dingetjes. Is wat leuks gebeurd, maar dat kan ik nog niet vertellen. Dat komen jullie nog achter. Dat vertel ik nog niet, dat is een verrassing. Komen leuke filmpjes aan. Ik heb lekkere dingen gekregen. Om te proberen. En om andere dingen. Dus deze vrijdag komt er weer een nieuwe video. Deze vrijdag wel. Ik zou nog zeggen, abonneer en like natuurlijk en klik op die button of zo, dat je altijd een melding krijgt als ik eentje online zet. En je wou ik het een beetje bij laten. En dan wou ik zeggen, ik zie jullie vrijdag weer met een nieuwe video. Later.